Goedenavond, kijkers thuis. Leuk dat u naar deze live-uitzending vanuit de Oude Kerk Barneveld naar dit bevrijdingsconcert kijkt. 75 jaar bevrijding, dat mogen we deze dagen vieren met elkaar. Vrij zijn, dat is iets waar we nu in deze dagen van corona misschien wel anders naar zijn gaan kijken. En ook daarom misschien wel dat we meer gaan waarderen wat leven in een vrij land betekent. En om die reden beginnen we dit concert met een danklied. Het is een overture. Een beetje vrij vertaald betekent dat opening. In deze overture hoort u twee liederen, namelijk Dank, dank nu alle God. Dat is een echt danklied. En Wilt heden nu treden. Ook dit is een danklied. En dan op de overwinning. Dit wordt gespeeld met piano en orgel en is een bewerking van Jan Zwart en is later herschreven door Willem-Hendrik Zwart. Dan als tweede wordt de badinerie van Johann Sebastian Bach gespeeld. Een badinerie is een vlot stukje speelmuziek en heeft het karakter van een gavotte. En een gavotte is dan weer een snelle dans. Dit wordt gespeeld op fluit en piano. Het volgende stuk wat wij voor u gaan spelen is Nader mijn God bij u. De coupletten 1 en 4 worden gezongen door Jolinde en Patrick. En de tekst daarvan kunt u meelezen. En daar staan de woorden die zomaar van betekenis kunnen zijn in deze dagen. Zijt levenspad soms ruw, gaat gij maar mee. De bewerking is van Johan Bredewoud en alle instrumenten werken hier aan mee. Dan gaan we door in het programma met een aria. Een aria is letterlijk een zangstuk voor solo. En vaak heeft dat een hele melodische melodie. En dat gaat dan over gelukkig is het land. En dan zou je misschien zeggen, gelukkig is het land, kunnen we dat in deze tijd zeggen. Maar als je dan doorleest, dan staat er, gelukkig is het land dat God de Heer beschermt. Dit is ook een bewerking van Jan Zwart en wordt gespeeld met fluit, piano en orgel. En dan als laatste in dit eerste blok, Eternal Light, dat eeuwig licht betekent. Dit werk is van Walter met de moeilijke achternaam Afanasief. En dit wordt uitgevoerd door panfluit en piano. We wensen u veel luistergenoegen en we beginnen dus met de overture over Dank, dank nu alle God en Wilt heden nu treden. Thank you.
Goed, wij vervolgen nu het programma met het volgende stuk, Siciliano van Bach. Siciliano, dat is een heel mooi rustig stuk. Is geschreven, ja, is eigenlijk dus een dingetje van gemaakt, een transcriptie, van de heer Alexander Silotti. Ja, ik moet even naar zijn naam kijken. Die heeft hem voor piano gemaakt. Hij is geschreven eigenlijk uit een piano, of uit een, hij komt uit een heel ander stuk. Voor de kennis onder ons, dus degenen die heel veel verstand van muziek hebben, dan staat het stuk in G klein. En voor de niet-kenners ook, dus dat is ook handig. Daarna komt er een serenade van R. Löfland. Dat is een orgel en een fluitstuk, dat is een heel rustig stuk. Dan, ja... Als u denkt van waar is dan de piano, die doet dan niet mee. Heel erg jammer, vervelend. Maar goed, dat overleeft u ook wel. Daarna komt er een sinfonia over Geprezen zij de Heer van Jan Mulder. Dat is een wat uitbundiger stuk. Dus de Siciliano, dat is een rustig stuk. Alleen door piano gespeeld. Eigenlijk dus voor fluit en klaversymbool. Maar wij gaan het helemaal alleen. Dus ik spreek in de wij voor, maar ik ben dus wij. Ik ga het helemaal alleen op de piano doen. Dus blijf eventjes bij de les. Thank you.
Het volgende stuk op ons programma is een orgelsolo. Een marsparaphrase voor orgel van de Franse componist Rinaud. Een paraphrase is eigenlijk een verhelderende omschrijving van een vers of een tekst. En dat klopt ook, want dit stuk was van origine voor piano en solozang. Sorry Ton, net speelde je een stuk voor piano met andere instrumenten, bewerkt voor piano. Nu speel ik ook een stuk voor piano, alleen weer bewerkt op orgel. Maar het maakt niet uit, op zich is dat een mooie aanvulling. Zo. In de muziek hoor je veel signaalachtige klanken en dat deed me een beetje denken aan muziek rond bevrijdingstijd. Vandaar deze keus. Het is geschreven in een wat we noemen theatrale beeldende stijl die wel bij leeftijdgenoten als Leverbuweli voorkomen. Zo klinkt deze muziek. Het volgende stuk is feestmuziek à la Händel van de Duitse componist Karg Elert. Praise the Lord with the drums and the cymbals. Een feestelijk stuk waarin de pauken en bekkens duidelijk in de muziek worden uitgebeeld. Dit stuk spelen we met panfluit, piano en orgel. Daarna volgt een medley met vaderlandse liederen. U hoort hier bekende melodieën en die worden gezongen door Jolinde en Patrick. En dan krijgen we weer het volgende stuk uit dit blok. Uit de oranje fantasie van Klaasje Mulder spelen we O Heer die daar des hemels tenten spreidt. En het volgende is de koraalfinale over het lied Merk toch hoe sterk. Alle instrumenten doen hier aan mee.
het land de zee ontrukt, door de arbeid van een voorgeslacht, dat nooit verbonden heeft gebukt, of hief zich op met grote God, die
Dan tot besluit spelen we de fantasie à la Marcia van Jan Zwart. Dat is het Wilhelmus. En halverwege dit muziekstuk hoort u de zegenbede uit Psalm 134. Aan het eind van deze bewerking zingen Jolinde en Patrick het eerste couplet van het Wilhelmus. Ik zou zeggen voor u thuis, zingt u gerust mee. Heel mooi om dat allemaal samen te zingen. En nu ik toch even de gelegenheid heb, wil ik een paar dankwoorden uitspreken. In de eerste plaats u als kijkers thuis, hartelijk dank dat u met ons meegekeken hebt. Ik wens ieder in zijn of haar situatie alle goeds toe, maar ook sterkte voor hen die het moeilijk hebben in deze tijd. De kerkrentmeesters wil ik graag bedanken voor het beschikbaar stellen van deze mooie kerk, deze bekende voor ons oude kerk, en dat wij gebruik mogen maken van het YouTube-kanaal van Hervormd Barneveld. Mijn mede-muzikanten wil ik graag bedanken voor jullie geweldige inzet deze avond. Door de verschillende instrumenten en de zang is er op allerlei manieren gevarieerd en we hopen dat de kijkers daarvan genoten hebben. En ook zeker niet te vergeten de mannen van de techniek om deze uitzending mogelijk te maken. Heel hartelijk dank. Jullie steken er ongelooflijk veel tijd en energie in. Dan sluiten we nu af met het Wilhelmus. Thank you.